In de volgende podcast Sta op en schitter neem ik Anja, jullie mee in korte overdenkingen. Als christenvrouw, moeder en echtgenote wil ik u moedigen en aansporen om op te staan en te schitteren. We zijn niet gemaakt om in Gods Koninkrijk stil te zitten en iets te doen, maar om op te staan en dienstbaar te zijn. In de eerste plaats zien we voor God, daarna zien over ons gezin, onze partner of onze geloofsgenoten. En als gevolg zullen we dan ook schitteren in de wereld. Neem je bijbel bij de hand, want zonder bijbel zijn we als een kok zonder eten of een zanger zonder stem. Dus luister naar Sta op en schitter. We zijn aangekomen in uitzending 100 met als thema kruik. In 2 Korinthe 4 versen 7 tot met 10 vinden we een tekst die aansluit bij mijn thema. Ik lees het voor uit de herziene Statenvertaling. Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht. We zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld. Wij worden vervolgd, maar niet verlaten. Neergeworpen, maar niet te gronden gericht. Wij dragen altijd het sterven van de Heere Jezus in het lichaam mee, omdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Het beeld van een schat in aarden kruiken was toen in die tijd een beeld uit het leven gegrepen. Het was herkenbaar. Aarden kruiken waren gebruiksvoorwerpen die overal voor werden gebruikt. Waardevolle voorwerpen, zoals sieraden en boekenrollen, werden in zulke kruiken bewaard. Maar ook dagelijkse zaken zoals voedsel en wijn werden daarin opgeslagen. Bij opgravingen worden nu nog steeds aardenkruiken teruggevonden. Vaak toen ze beschadigingen en barsten, en dit door de leeftijd. Aardenkruiken zijn aan de ene kant stevig als je ziet hoe ze jaren kunnen overleven, maar aan de andere kant zijn ze zeer breekbaar. Als je het Bijbelgedeelte goed leest, wordt duidelijk waar Paulus aan denkt bij een aardenkruik. Hij heeft over zijn eigen lichaam. Paulus heeft veel tegenstanders gehad, veel kritiek gehad op de boodschap die hij bracht. Hij is mishandeld, gestenigd en gevangen gezet. Hij heeft kilometers afgewandeld om het evangelie te brengen. Dit alles zal zijn tol geëist hebben en ik vermoed dat zijn lichaam er ook zal onder geleden hebben. Verder in hoofdstuk 5 spreekt Paulus over de aardse tent, die zal afgebroken worden. Daar staat in de versen 1 tot en met 4: Wij weten immers dat wanneer ons aardschuis, huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want in deze tent zuchten wij ook, en verlangen wij de vuur naar, met onze woning, die uit de hemel is, overkleed te worden, als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Want ook wij, die in deze tent zijn, zuchten terwijl we het zwaar te verduren hebben. We willen immers niet ontkleed, maar overkleed worden, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Ons aardse huis, deze tent, de adenkruid, wordt ooit afgebroken. Ons leven is sterfelijk. Ons lichaam is aan afbraak onderheven En kan in de loop der jaren scheurend betonen. En toch mag onze aardse kruik een ongelooflijke mooie schat bewaren. Paulus zegt eigenlijk... Ik heb het niet altijd makkelijk. Ik ben breekbaar. Net als een aardenkruik. Maar in die kruik, in mijn hart en leven, draai ik een schat mee. Die schat... Dat is de boodschap van het evangelie, de boodschap van de Jezus. Ook wij hebben die schat in ons. Paulus vertelt ook hoe we kracht ontvangen van God. In ons christelijk leven kunnen we te maken krijgen met verdrukking, twijfel, vervolging of neergeworpen worden. Door de kracht van God wordt alles positief omgedraaid. Laat hem vers 9 nog eens lezen. Daar staat. Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht. Wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld. Wij worden vervolgd, maar niet verlaten. Neergeworpen, maar niet te gronden gericht. Door Gods kracht kunnen we overwinnaars zijn. Er bestaat een prachtig verhaaltje over twee kruiken dat ik met jullie wil delen. Het gaat als volgt: een oude Chinese vrouw had twee grote waterkruiken die aan beide kanten van een stok hingen. Deze stok draagt zij op haar schouders. Iedere dag hing ze heen en weer van de waterbron naar het huis van haar werkgever. Eén van de twee kruiken had een barst, terwijl de ander perfect was. Aan het eind van de lange tocht van de waterbron naar huis kwam de gebarsten kruik slechts halfvol aan. En zo gebeurde het dagelijks dat de vrouw het huis bereikte met één volle kruik en één halfvolle kruik met water. Natuurlijk was de perfecte kruik trots op zijn prestaties. De gebarsten kruik daarentegen schaamde zich voor zijn imperfectie en voelde zich ellendig omdat hij maar de helft kon doen van hetgeen waarvoor hij was gemaakt. Na twee jaren van bitter falen sprak de kruik tot de vrouw. Ik schaam me, omdat de barst in mijn zij ervoor zorgt... dat het water uit me weglekt... terwijl we naar huis gaan. Ik geef maar de helft zoveel water als de andere kruik. Ik doe niet wat jij van mij verwacht. De oude vrouw glimlachte. Heb je gemerkt dat aan jouw kant van de weg... bloemen bloeien en niet aan de andere kant van de weg? Elke dag, wanneer we naar huis lopen... Heeft jij ze water? Twee jaar lang kon ik deze prachtige bloemen plukken om de tafel te versieren. Als jij niet zou zijn zoals je bent, zouden deze prachtige bloemen er niet zijn om het huis van mijn Heer te versieren. Een prachtig verhaal met een mooie boodschap. We mogen beseffen dat een gebarsten kruik ook het werk van God niet in de weg staat. God wil iedereen gebruiken te barsten en tekortkomingen. Misschien voel je net als die gebarsten kruik en kijk je naar die eigen tekortkomingen. Of ben je een kruik waarin door ouderdom en ziekte steeds meer scheuren gekomen zijn? Besef dan dat we ook kwetsbaar zijn. Dat maakt ons daarom niet onbruikbaar. We mogen zijn als die kruik die de bloemen waterhaf aan de kant van de weg. Ik las onlangs in een artikel de volgende uitspraak: De gedachten die je hebt over jezelf en je kijk op het leven kunnen soms je grootste vijand zijn. In de praktijk zie ik persoon die alles opgeven in het leven, omdat hun gezondheid moeilijk gaat, in plaats van de moeilijke gezondheid te aanvaarden en te doen wat binnen hun bereik is. God vraagt geen grote dingen. We zijn allemaal dienaren van God. En we dragen een zeer waardevolle schat. Een schat veel waardevol dan hout en zilver. We hebben een geweldige evangelie gekregen. En het is aan ons om het evangelie uit te dragen in alle vormen. Ik ken bijvoorbeeld een oude dame. Haar kruik zit vol barsten. De moeilijkheden in haar leven hebben haar gevormd tot wie ze nu is. Verlies van een kind, echtgenoot en de vele kwaaltjes van het ouder worden... Zorgde ervoor dat er veel scheuren in haar kruik waren. Ondanks dit alles houdt ze stand en doet wat binnen haar middelen ligt. Ze is een prachtige getuigenis binnen de kerk, familie, vrienden en buren. Haar relatie met God, de schat die binnen haar is, straalt ze uit naar buiten. Een schat die door de scheuren in de kruik soms nog beter te zien zijn dan vroeger. Ik denk dat het goed is dat we beseffen dat we kwetsbare aardenkruiken zijn. Maar het allerbelangrijkste is het beseffen dat we een schat hebben binnen in onze kruik. Dat geldt voor ieder die gelooft. We zijn een aardenkruik. Kwetsbaar, breekbaar, maar niet onbruikbaar. Ik gun ieder een leuk en aangenaam bestaan in zonder zorgen en pijn. Ik wens iedereen een kruik te zijn zonder scheuren. Maar ik ben ook realistisch. Vroeg of laat kunnen we er niet vanuit en komen die scheuren in ons bestaan. En dan helpt de vraag niet hoe je eruit ziet, maar wat je van binnen met je meedraagt. God vraagt niet naar je buitenkant, maar naar je binnenkant. Het is niet leuk om een kruik met scheuren te zijn. De keerzijde is wel dat je door die scheuren de schat juist goed kunt zien. God gooit gebarsten kruiken niet weg, maar blijft ze gebeuren, zoals de dame in het verhaaltje. God is onze pottenbakker. Hij heeft ons gevormd in de moederschoot. Ieder stap in ons leven was hij erbij. Soms zijn we ook als die kruik die zichzelf vergelijkt met anderen. Stop daarmee. We zijn allemaal uniek. Henry Nouwen zegt daarover: De wereld waarin ik opgegroeid ben, is zo vol van klassen. Cijfers en statistieken, dat ik bewust of onbewust altijd probeer de positie te berekenen die ik tussen mijn medemensen inneem. Veel verdriet en vreugde in mijn leven vloeien rechtstreeks voort uit mijn drang om me voortdurend met anderen te vergelijken, wat meestal of zelfs altijd nutloos is en leidt tot een enorme verspilling van tijd en energie. Deze tekst kwam bij mij hard aan. Zelf betrap ik mij daar ook op. Ik vergelijk mezelf zo vaak met anderen, maar uiteindelijk is het tijdsverspilling. Er bestaan zoveel soorten en vormen van kruiken en voor God is iedereen belangrijk. Als een kruik maar in de handen is van God. Wanneer we in Gods handen zijn, dan hebben we allemaal een schat ontvangen, namelijk het evangelie. Dit is kostbaarder dan hout en zilver. Laat het evangelie uitdragen. En beseffen dat onze kruik kwetsbaar, breekbaar, maar niet onbruikbaar is. Dus hoe je kruik er ook uitziet, sta op en schitter. Deze podcast kun je steeds opnieuw beluisteren via de website en app van twr.be. Als je deze aflevering leuk vond en je wilt de podcast helpen ondersteunen, deel hem dan met anderen. Heb je gebed nodig of wil je reageren op deze uitzending? Zend dan gerust een mailtje naar anjeattr.be. Bedankt voor het luisteren.